Jij gaat vandaag voor het eerst Tesla Model 3 rijden. En om je dat zo makkelijk mogelijk te maken, leg ik je graag even uit hoe deze auto een beetje werkt. De auto die open met een pasje. Die hou je hiervoor. Vervolgens schakelt de auto open. Het handvat gaat iets anders open dan je gewend bent. Je trapt erin, je trekt hem naar buiten en de deur gaat open. Om vervolgens te kunnen rijden, zul je ook wat andere dingen moeten doen. De auto verwacht namelijk dat je het pasje hier bij de bekerhouders neerlegt om de auto te ontgrendelen en rijklaar te maken. Nou is het natuurlijk leuk om gelijk met die auto weg te rijden, maar even je stoel afstellen en je spiegels is wellicht handiger. Dus laten we dat eerst even doen. Aan de buitenkant van je stoel vind je je stoel eigenlijk nog een keer in het klein. Naar voren is naar voren, naar achter, omhoog is omhoog en naar beneden is naar beneden. Je rugleuning, hetzelfde naar voren en naar achter. En daarachter zit nog een kleine ronde knop. Daarmee kun je een bobbel in je rug enigszins aanpassen. Het mooie is dat zodra je stoel iets versnelt, je op je display gelijk andere opties krijgt om aan te passen. Daarin kun je je spiegels aanpassen, links en rechts. Maar ook, zoals je net zag, de hoogte van je stuur. Daarbij gebruik je alleen het linkerwieltje. Indien je vaker in deze Model 3 gaat rijden, is het handig om dit bestuurprofiel even op te slaan. Dat doe je onder bestuurdersprofielen, je voert je namen en klikt vervolgens op profiel aanmaken. Het is natuurlijk ook handig om je telefoon even aan te melden via Bluetooth, zodat je veilig op weg kunt gaan. En onder het klepje wat je hier vindt, kan het zo zijn dat de eigenaar van de auto kabels heeft aangelegd om je telefoons gelijk aan te sluiten. Zodra je je telefoon via Bluetooth hebt gekoppeld, kun je ook muziek luisteren via Bluetooth. Je selecteert ervoor de ingang telefoon en je bent klaar. Nou is het tijdens het rijden niet heel erg handig om te gaan lopen zoeken op je telefoon naar welke muziek je wil luisteren. Dus je kunt ook gebruik maken van de ingebouwde Spotify. Dat kun je doen door hem met de hand te selecteren, maar mooier is de spraakbediening. Je drukt daarvoor op de rechterknop. Play Kensington. En vervolgens zal de auto zelf zoeken naar muziek van Kensington. Je kunt ook Speel Kensington ingeven. Vervolgens doe je gordel, voet op de rem, hendel naar beneden en de auto staat in drive. Ben je vervolgens klaar met rijden, dan zet je de auto door deze knop in te drukken. In park. En vervolgens moet je bij het uitstappen even opletten. De knop om de deur op te doen zit op de deur. Vergeet de auto niet te vergrendelen als je klaar bent met rijden. Tijdens het rijden zijn er een aantal zaken prettig om te weten. Ten eerste remt de auto heel veel af op het moment dat je het versnellingspedaal loslaat. Daar zul je even aan moeten wennen. Daarnaast versnelt de auto heel snel op het moment dat je het gaspedaal of het versnellingspedaal indrukt. Kom je op de hoofdweg, dan is cruise control een hele mooie optie. Je kunt op het display zien of je cruise control in kunt schakelen, want de cirkel op het display wordt grijs. Er zijn twee soorten cruise control op een Tesla. Je hebt de normale reguliere cruise control die je kent en je hebt de adaptive cruise control die automatisch afstand houdt ten opzichte van andere auto's. De cruise control en de adaptive cruise control activeer je op dezelfde manier. Dat is één keer de hendel naar beneden te halen. Sommige Model 3's zullen ook autopilot hebben. Die activeer je door de hendel twee keer naar beneden te halen. Heb je een auto met adaptive cruise control, dan wordt de cirkel blauw op het moment dat cruise control aanstaat. Heb je geen adaptive cruise control, dan is die cirkel zwart. Op het moment dat je gebruik kunt maken van autopilot op een weg, dan zul je een klein grijs stuurtje naast de cirkel zien komen te staan. Op het moment dat autopilot geactiveerd wordt, wordt dat stuurtje blauw. Heb je nog niet eerder gereden met adaptive cruise control of met autopilot, activeer dit dan voor het eerst op een rustig stukje weg. Want het is een radicaal andere manier van autorijden en daar zul je even aan moeten wennen. Staat autopilot aan, dan kun je gebruik maken van het scrollwiel op je stuur om hem langzaam te laten versnellen. Eén tikje is 1 kilometer en een scroll is in stappen van 5 kilometer of natuurlijk vertragen in stappen van 5 kilometer. Nu je weet hoe autopilot en cruise control werken, zijn er nog een aantal andere kleine zaken relevant. Ten eerste worden de camera's van de auto gebruikt als regensensor en dat werkt vooral bij Miser niet even goed. Je kunt dan op dat moment de instellingen eenvoudig wijzigen door één keer op het knopje te drukken, waarna de ruitenwisser aangaat en je op je display de instellingen van je ruitenwisser te zien krijgt. Verder is het fijn om te weten dat het kniplicht eigenlijk twee opties heeft. Een kleine tik waarna die drie keer overgaat of een grote duw waarna die blijft knipperen totdat de auto de afslag genomen heeft. Als je de auto aan de lader wil leggen, zorg dan dat de auto ontgrendeld is.
vervolgens kun je hier aan de onderkant drukken om de laadklep te openen. Laadkabel erin. En je bent klaar als je je laadpas voor de Lolo houdt, de laadpaal. Zoals je ziet is het icoontje van de Tesla op dit moment blauw. De laadpaal geeft geen kleur aan. Zodra ik hem ervoor hou, schiet hij op groen en vervolgens op blauw als hij werkelijk gaat laden. Het Tesla-icoontje gaat nu ook knipperen. Als je de laadkabel van de auto los wil koppelen, is het allerhandigst om de auto even te ontgrendelen en daarna los te halen van de paal, oftewel de laadsessie te beëindigen. De auto heeft dat door en zal vervolgens de laadklep vrijgeven. Het klepje sluit zichzelf overigens zelf. Heb je de auto nog niet ontgrendeld, dan wordt de laadpoort niet vrijgegeven en dan blijft de kabel erin zitten. Dan moet je in de auto stappen, dan druk je op het center console, druk je op de knop stop de laadsessie en vervolgens zeg je ontgrendel de laadpoort, waarna je de kabel kunt verwijderen. Bij de auto zit ook een thuislader en die vind je in de kofferbak. Zodra de thuislader aan de 220 zit, dan kun je door op dit knopje te drukken de laadklep openen. Ook op het moment dat je de auto van de lader af wil laden, kun je deze knop gebruiken. Maar het kan zo zijn dat de auto in deep sleep is geraakt, waardoor die dan niet reageert. Druk dan even kort op de knop van de kofferbak. De kofferbak gaat dan niet open, maar de auto wordt wel wakker gemaakt en op dat moment kun je de lader verwijderen. Dan nog even de in case of emergency zaken. Soms loopt de center console vast. Deze kun je resetten door de twee scrollwieltjes op het stuur tegelijkertijd ingedrukt te houden. Deze restart het center console. Ik wens je heel veel rijplezier.